De veeteeltsector kan beter tot ontwikkeling komen als er meer bijproducten van rijst worden geproduceerd. Dit haalde LVV-minister Pralaat Seudien zaterdag aan tijdens een werkbezoek aan het district Kommewijnen. De bewindsman heeft samen met een delegatie van het ministerie reeds aan enkele districten een bezoek gebracht. Seudien zegt dat de bedoeling van deze bezoeken is om na te gaan welke projecten voor een doorbraak kunnen zorgen in de agrarische sector. Moeten we in Saramaka gewoon overgaan op consumptierijst? Of moeten we, zoals we dat noemen, voederrijst gaan planteren, speciaal voor de voedfabrieken? Daar zijn we nog niet helemaal uit, maar Saramaka heeft daar 10.000 hectare rijst. Areaal daar. Een potentieel, heel erg weinig plant nu. Maar we kunnen dat ook helpen realiseren. Dat gaan we alles naar 100.000 hectare. Alweer een low-hanging fruit, zoals ik dat noem. Voor melk, gaan u naar met melkveeteelt bijvoorbeeld. Sinds mijn aantreden heb ik de prijs van melk, rauwmelk voor de boer, met een 3 SLD kunnen verhogen. Dat is wel in 3 etappes. Dus van 4,50 naar 7,50 gegaan, afboerderij. En mijn streven is om de president te zeggen dat ik de 10 SLD heb. Districtscommissaris van Kommewijnen, Mohamed Shafiq Rajab, zei dat de agrarische sector in Kommewijnen vele uitdagingen kent. Hij wil dat er op strategische plekken pompgemalen worden geplaatst. Ook plaatsen van pompgemalen, Soelen. En daar hebben we een heel brede kanaal, waarmee we niet steeds de knop moeten gaan drukken om aan uit te doen. Dus er zijn pompgemalen voor Kommewijnen gereserveerd bij OWI. Via u bent minister van LVV. Kommewijners hebben eigenlijk niet veel te doen in Paramaribo te zoeken, bedoel aan arbeid. We kunnen onze landbouw weer gaan opvoeren, maar het ligt aan een stukje beleid die gevoerd moet worden naar een district, waarbij de infra ook gerealiseerd moet worden. Tot zover Mohamed Shafiq Rajab, districtscommissaris van Kommewijnen. Minister Seudien heeft aan een aantal bedrijven binnen het district een bezoek gebracht.